Nou, leg hem maar uit. Oké, ik zal even uitleggen. Dit is een Raspberry Pi. Dat is door een Engels bedrijf ontwikkeld. Met eigenlijk als doel het bevorderen van onderwijs op het gebied van informatica, programmeren, dat soort dingen. Ja. En daarbij hadden ze in gedachten in eerste instantie eigenlijk scholen in de derde wereld. Ja. Dus zij wilden een hele kleine computer bouwen met vrij minimale systeemspecificaties. Ja. Die heel goedkoop geproduceerd kon worden. Ze hebben dus dit ding ontwikkeld. Ze hebben nu in twee versies. De ene versie, daar zit een, een internet aansluiting op. Dus daar kan je een kabeltje inpluggen. Er zit een ethernetkaart op. Ja. En er is een versie zonder. Die versie zonder, die kost je $25. Ja. En met is het $35. Nou, er komen nog verzendkosten en wat andere dingetjes bij natuurlijk. Ja. Het apparaat is gewoon een moederbord. Er zit een processortje op. Er zit een kleine grafische processor op. Ja. Met shared memory, dat wel. Er zit een tulp uitgehangen op een paar andere dingen. Er zit een HDMI aansluiting op. Voor, dan kan je op een tv aansluiten. Ja. Die kan je dan als monitor gebruiken. Hier. Op dit plekje. Daar plug je een SD-kaart in. Die steekt een beetje uit. Als je niet oppast, dan breek je hier een stukje plastic af. Ja. Dat heb ik al met mijn eerste Raspberry Pi gehad. Die heb ik vervolgens met behulp van een wasknijper aan de praat kunnen houden. Die kan je dan hierop zetten, de wasknijper. Ja. Twee USB-poortjes. Ja, en dan waar die in past, dat vind ik ook wel. Die doosjes worden door verschillende fabrikanten erbij gemaakt. Dat is om ze te beschermen een beetje. Ja, deze die heb ik... Als eerste heb ik hem los op een metalen plaat neergelegd op mijn bureau. Ja. En toen op een gegeven moment toen rook ik iets en daarna was het toen de Ladoki. Ja. Dus ik denk van nou, de volgende keer doen we dat toch anders. Gewoon dat lekker. En toen heb ik een nieuwe gekocht met een doosje erbij. Ja, ja. Nou, toen kostte me de dollar wordt als je iets bestelt uit het buitenland snel een euro, zeg ik altijd. Toen werd het dus geen €35, maar €50 of zo. Ja. En dan kwam er een doosje bij. En ik heb een poosje dit ding vorig jaar gedraaid. Ik heb hem geïnstalleerd zonder een monitor te gebruiken op het ding. Ervan uitgaan dat alles wat je deed. Je kan een operating system kan je gewoon van tevoren erop zetten. Door een image te maken, wat je gewoon kan downloaden van het internet. Er zijn een paar systemen van. Het meest voorkomende is Raspbian. Dat is een versie van Debian Linux die speciaal voor dit apparaat is ontwikkeld. Er zit hier een processor op, dat is eigenlijk een doorontwikkeling van een processor die in de jaren 80 ooit populair is geweest. Oké, bedankt.